Nee, ik ruik wel echt heel lekker. Mag ik dat zo zeggen? Vanavond waarschijnlijk. Dus dat is top. Ja, na een lange zomerdag misschien niet zo fris. Ik denk... Nee, dat zeg ik niet. Ik denk dat ik gemiddeld 4 keer ongeveer per week seks heb. Dat ligt eraan hoe vaak ik en mijn vriend elkaar zien. Vanavond waarschijnlijk. Dus dat is top. We zien elkaar 3-4 keer in de week. Dus 3-4 keer, denk ik. Niet zo heel vaak. Ik hou me meer bezig gewoon met op emotioneel vlak hoe ik met mijn partner klik. En ik vind seks belangrijk, maar niet zo belangrijk dat ik daar dagelijks bij stil moet staan. Hoe ruikt mijn vagina? Mijn vagina ruikt naar bloemetjes. Niet naar bloemen in ieder geval. Nee, ik ruik wel echt heel lekker. Mag ik dat zo zeggen? Over het algemeen volgens mij gewoon zoals een vagina hoort te ruiken. Vroeger heb ik wel wat minder lekker gerookt. En dat was dan door een bacteriële infectie. Ja, dat ligt een beetje aan de dag of wat ik gedaan heb. Ja, na een lange zomerdag misschien niet zo fris. Ik heb last gehad van een vislucht uit mijn vagina. Achteraf gezien bleek dat ik last had van een bacteriële vaginose. Dan wist ik wel, volgens mij is hier iets aan de hand, want het ruikt niet zo heel erg lekker. Ja, dan gebeurt er natuurlijk iets daar beneden en dan ruikt het niet zo lekker meer. Maar het is gewoon fijn dat je daar wel makkelijk wat aan kan doen. Ik ben nu heel blij met hoe mijn vagina eruit ziet. Ja. Ja, ook omdat ik een behandeling heb gehad en dat voelt nu goed. Ja, ik ben heel blij, ik ben heel tevreden en ik vind het heel mooi. Ja, waarom niet? Ik ben eigenlijk heel erg blij met hoe mijn vagina eruit ziet. Je hebt natuurlijk verschillende vormen, maten, kleuren en ja, zolang ik maar gezond ben, zolang alles doet, dan vind ik het helemaal prima. Nu wel, vroeger niet. Ik ben er zelfs heel onzeker over geweest. Ik vond het heel lelijk hoe het eruit zag. Ik vond het niet mooi dat je bij mij heel erg mijn binnenste schaamlippen zag. Ja, ik ben eigenlijk wel blij met hoe mijn vagina eruit ziet. Toch denk ik wel dat je altijd door misschien de media of bepaalde video's op het internet een bepaald beeld hebt gekregen van toch niet helemaal de realiteit. Ja, een aantal jaar geleden dacht ik, ik ga er gewoon wat aan doen. Dus eerst was ik er niet blij mee, maar nu wel. De echte vagina is gewoon een vagina en niet helemaal tip-top of whatsoever, zoals je dat misschien op het internet wel eens voorbij ziet komen.